Zo, dat ligt echt lekker, zo'n Isabella relaxstoel. Ik lag eens even te dromen van een mooie vakantie met de caravan. Kroatië aan de kust. En daar heb ik voor mijn caravan een mooie tent nodig. Mijn keuze is dit keer gevallen op de Ventura. En we hebben de Ventura ook bij ons op de camping staan bij Kannenberg. Hier staat de 2,50 meter diepe variant. Waarom deze tent? Nou, allereerst is het natuurlijk gewoon een hele mooie tent om te zien. Goede grijze anthracite kleurstelling. Design met twee uitritsbare voorstukken. Twee uitritsbare zijstukken. Dus die tent geeft mij een hele hoop flexibiliteit. Hij heeft het voordeel dat hij van een wat lichter zijmateriaal is. Een gekookt materiaal wat goed afneembaar is. En een wat dikker dak wat meer stevigheid geeft. Als we die buitenkant bekijken van die tent. En die zijwanden bekijken. Dan zien we dat aan de linkerzijwand op dit moment ingerit zit een raamfolie. Wat ik over kan ritsen. Aan de weerszijde op kan rollen. Waarmee we wat extra ventilatie kunnen creëren in deze tent. Deze wand heeft hier aan de zijkant een deur. Door deze wand uit te wisselen naar de andere kant, kan die deur dus ook aan de achterzijde komen. Dus je kunt eigenlijk flexibiliteit creëren met een instap aan de voorzijde. Wandelen, omwisselen, krijg de instap aan de achterzijde. Goed, wat is er nog meer? Isabella, bekend vanwege zijn mooie product, heeft het fijne afspansysteem met de elastieken. Die ook zeg maar, op deze manier snel uit te verwijderen zijn. En te plaatsen uiteraard. De tent is hier aan de bovenzijde voorzien van een nokventilatie. Nou, dat in combinatie met de ventilatie aan de zijkant zorgt dat je goed kunt luchten. Deur aan de voorzijde, deur aan de andere voorzijde. De tent waarmee we hier kijken is uitgevoerd met een glasfiber frame. Dat is optioneel. Standaard wordt hij uitgevoerd met een stalen frame. Stalen is wat sterker, maar heeft natuurlijk als nadeel dat hij wat zwaarder is. Ongeveer, afhankelijk van je tent, verschilt dat tussen de 4, 5 tot 12 kilo. Heeft natuurlijk uiteraard te maken met de diepte van de tent en de grootte van de caravan. Nou, binnen zien we het fraaie bedrukte dak. Geeft een beetje sfeer. Het gordijnensysteem bij Isabella is ook grappig gedaan. Dat is door middel van een roetje. Geen runnetjes, railtjes, gewoon een roetje die als het ware, waar de gordijnen op aangepast zijn. En die zou je er zo uit kunnen nemen, als je dat zou willen. Dus op die manier snel te plaatsen. En ook weer eventueel te verwijderen. Ja, behalve als je Daan heet, dan loop je natuurlijk weer te handen. Zo, goed. Nou, wat ik al zei, dus dit is het fiber frame. Er zit een mooie snelsluiting op. Op die manier kan de stok makkelijk vastgezet worden. Of je kiest voor standaard staalwerk. De tent wordt standaard geleverd met de fixonbevestigingen. Daardoor hoeven het zijn deze blokjes. De blokjes worden bevestigd aan een pees. Hoef je geen ogen of andere zaken in de wand te schroeven. Wat kun je er nog meer bij verwachten? Je kunt verwachten een tochtstrook, een wielflap, uiteraard de haringen, de elastieke afspanning zit erbij. En het hele spul, op het moment dat het einde van de vakantie is, kun je netjes opruimen in een mooie grote opbergtas waar het spul in kan. En dan pak je het spulletje zo weer op en ga je naar de volgende camping. Ik denk dat ik maar even verder ga met relaxen, want daar ben ik best wel goed in geworden eigenlijk. Ik zie jullie als ik wakker word weer, de volgende keer.